Ben eens liggen op bed. En mama, ga ook douchen. En mama, ga slapen. Ik vond het wel heel erg stoer. Ja, maar je had wel eerder moeten beginnen, eerlijk. Ja. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. It's my day. Het is vandaag kerstdag nummer 2 en wij zitten eigenlijk gewoon lekker thuis te niksen. Wij maken er een lekker lui dagje van. Ik ben nu met Memphis Wreck-It Ralph aan het kijken. We gaan gewoon lekker samen eten. Misschien dat we nog uit eten gaan, maar dat weten we nog niet. Dat zien we daar ook wel. Maar in ieder geval staat er niet zoveel op de planning voor vandaag, omdat we ook nog ziek zijn geweest en het gewoon even rustig gaan doen. Ja. Wat zijn we aan het kijken? Hoe heet deze film? Memphis. Nee. Leuk hè? Kijk. Even omhoog hoor. Anders uren later. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe regular vlog kind of style. Het is vandaag de dag na kerst. Het is de 6 graden. Ik voel me eindelijk weer goed. Goed als in, ik ben nog wel een beetje verkouden. Maar ik kan gewoon alles doen. Dus dat is echt totally awesome. Dus ik ga nu meteen, ik had vanochtend al mijn hele huis weer schoongemaakt. Zo. Ik kan daar zo niet tegen, lichtelijk. OCD. Maar anyways, ik ga dus nu, ga ik eventjes, wat ging ik nou weer doen? Oh, ik ga even avondeten halen. En ik moet nog wat andere dingetjes halen op het plein. I love it. I freaking love it. Ga ik naar het plein. Dat heb ik al 3 keer gezegd, maar... I know, like, oh my god. Oh my god. Anyways. Dus dat ga ik nu doen. Ik zal eerst even die auto starten, maar het wordt koud in die auto. En ik moest nog wat dingetjes doen. En dan sta ik onder de douche en dan herhaal ik die dingen echt 86.000 keer. En nu wil ik het zeggen en nu weet ik het niet meer. Maar ik vertrouw op mijn geheugen en ik vertrouw dat dat gewoon dadelijk terugkomt. Wanneer ik op plein ben, dat ik dan alles weer heb. Gewoon wat ik moet hebben. Dus ja, ik ga nu maar rijden. Ik dacht dat die stoel hoger ging. Not. Oké, ik ga nu dus rijden, ja. Oh, dat is zo... Hilarious. Hilarious. Oh, het is een beetje druk hier in de straat. Iedereen die... Die wil gewoon. Wat ga je nou doen? Oh ja, vooruit. She's going. Mijn kerst was echt awesome. Ik had 1 dag gefilmd. Want ik wilde de 2e dag gewoon lekker intiem houden. We hebben ook niet echt veel gedaan. We zijn gewoon lekker thuis gebleven. Lekker gezellig met elkaar. Hapjes gegeten. Heel veel films gekeken. En we hadden film Wreck-It Ralph gekeken. Die is echt super leuk. Echt een aanrader. Maar we willen nu nog Wreck-It Ralph deel 2 gaan kijken. Want wat is deel 1? Volgens mij is deel 2 dat ook. Maar... En zaterdag ga ik lekker naar de spa met Nick. Een hele dag gewoon chillen en niks doen. Zo lekker. En ik heb nog iets super vets. Wat ik van plan ben om te gaan doen. Maar dat ga ik nog niet delen. Maar dat ga ik door de vlog later heen een beetje hints geven wat het kan zijn. Maar het is echt super vet. En het is... Nee, ik ga niet veel zeggen, anders zeg ik niet veel. Maar ik ga nu in ieder geval snel naar het plein. Want altijd als ik vlog en rij, let ik nooit goed op. En dan, ja, dan komen er nogal wat scheldpartijen eruit, zeg maar. Oh ja, sorry, ik sta een beetje verder. Nou ja, maakt niet uit. Dus ja, dat. Oh ja. Dus daarom ga ik nu even opletten wat ik doe, want dat doe ik nu dus alweer niet. Like again. Ik weet nog niet welke ik moet hebben. Kijk, en welke moet ik nou hebben? Ik ben dus even in de winkel brillen aan het kijken. En ik vind deze wel heel erg stoer. Ik vind hem op zich wel heel erg leuk staan. Ik ben aan het twijfelen of ik deze doe of die andere die ik net... Wacht, ik zal even laten zien. Of deze. Op camera zie je nou weer niet, want het prijsje ook eraan zit. Maar hij was wel echt net heel erg leuk. Zo, ik heb alles kunnen vinden wat ik moest hebben.
Inclusief die Jabobo-olie ding, wat ik voor mijn haren ga gebruiken. Weet je wel, dat ik in mijn vorige vlog gezegd dat ik ga testen. Want het schijnt als je dat cocktailtje maakt, dat je haar dan langer wordt. Sneller langer. En dikker groeit. Ja, wacht even. Dus ik ga dat maar gewoon proberen. We shall see. En ik ga daar, wanneer ik mijn haar dus moet wassen, mee beginnen. Hoeft nu niet, want ik heb het gisteren gewassen. Dus dat wordt echt een beetje onzinnig als ik dat nu al ga doen. Maar ik heb in ieder geval alle ingrediënten. Dat scheelt. Ik ga nu even naar Albert Heijn. Ik had net echt te gekke brillen. Ik weet dus niet welke ik moet nemen. Ik vind ze eigenlijk allemaal wel mooi. Maar ik moet wel een nieuwe bril. Dus ik denk dat ik gewoon een andere keer weer terug ga. Want nu was het echt freaking druk. Alsof iedereen nu een bril nodig heeft ofzo. Dus ik ga dat nu niet doen. Ik ga dat na de feestdagen doen. Ik ga nu even naar de Albert Heijn. Ik moet nog 2 ingrediënten hebben. Dat kon ik niet bij de Lidl vinden. Bij de Albert Heijn weet ik gewoon waar het staat. En dan weet ik gewoon meteen dat het goed is. Dus dat ga ik nu doen. En dan ga ik naar huis toe. Nick appte mij net dat Memphis echt heel erg aan het hoesten is. Dus ik heb ook een hoestdrank voor Memphis gehaald. En hij begon ook wat warmer aan te voelen. Dus ik hoop niet dat hij nu ziek wordt. Want anders zitten we echt continu in een cirkel van ziek zijn. Dan ben ik het, dan is Alessia, dan is Nick het, dan is Memphis. En dan gaat weer die cirkel, dan ben ik weer. En oh, het gaat de hele tijd zo door. Dus ik wil er nu gewoon vanaf zijn. Dit is echt zo'n fijne spa, Helen. One eternity later. Hey schatje. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben vandaag alleen met Memphis en Nick en Alessia zijn naar voetbal gegaan. Misschien dat ik vanmiddag ook even daarheen ga, maar dat weet ik nog niet zeker. Ik ben best wel moe. Ik heb echt shitload aan was, zoals altijd. Oh my god. Ik heb echt altijd was. Hoe kan een vrouw zoveel was hebben? Anyways, dus ik ga misschien wel toch nog even in de middag daar langs. Oh, ik heb allemaal slaap bij mijn ogen. En ja, dat was het eigenlijk een beetje. Ja. Memphis? Wachten. Okay. Wat wachten? Ik heb een dekentje om mij. Ga je onder het dekentje zitten? Ik kan niet op die pui. Wat zeg je? Dus ja, wij gaan nu even lekker samen een filmpje kijken. Want ik vind het ook wel lekker om even quality time met deze boefje te hebben. Ik wil thee. Hier je thee. Ik heb net thee gemaakt voor je. A few moments later. Opa Lopez, de Nederlandse winter, en vliegen ze terug naar Curaçao. Maar dan moet iedereen wel op tijd zijn bed uit. Ik vind dit zo leuk, een huis vol. Ik ben het nu pas aan het kijken, een huis vol. Ik vind het helemaal geweldig. Super gezellige gezinnen. Dus ik ga het nu even verder kijken. En Memphis is even Campbell en Darby aan het kijken. En ik kijk dit even op de iPad. Ik heb een boterham met een liga en een stukje fruit. Boterham, stukje fruit, krusli voor Memphis. Zo is het wel goed. Oké, dit nu even doen. Oh, ik haat de vaatwasser doen. En iedere keer zit die stamp is vol bij mij. Goedemorgen trouwens en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag maandag, maar dat zei ik net ook al. En de jongens gaan weer lekker naar school. En ik ben er echt wel een beetje blij mee hoor. Dat je weer even lekker wat tijd voor jezelf hebt. Het is altijd wel heel leuk, vakanties. Maar daarna ben je er ook wel een beetje weer klaar mee. Dan denk je van, oké, het is nu weer tijd voor mama. Yes, ik ga nu even naar de winkel. Even boodschap halen. Nick die doet vanaf vandaag of morgen, weet ik niet precies, 30 draag droog fit challenge ding. Dus daar moet ik ook boodschap voor halen. En de jongens komen ook zo thuis, want het is 2 uur. Dus ik ga heel snel even opschieten.
Yes, ik zit weer eens in Aalto om boodschapjes te halen. En zoals ik net al zei, doet Nick dus nu mee met zo'n droog ding, fit, I don't know hoe dat heet. Maar ja, daar moet hij natuurlijk weer speciale dingen voor eten. En hij eet zelf geen vlees, dus hij heeft een heel aangepast schema gekregen. Ik ben benieuwd. Het is al 2:10, dus ik hoop dat ik het allemaal haal. Het wordt weer haasten natuurlijk, omdat ik was weer zo neurotisch dat ik per se mijn vlog af moest hebben. Maar ja, die is nu nog steeds niet helemaal af. Probeer ik nu echt een week vlog te doen. Dus dat ik wel echt iedere dag een stukje pak. Ik moet zeggen, het gaat me nu wel goed af hoor. Deze week gaat het beter. Oh, ik denk, wat is dat nou? Want nu doe ik het wel een beetje iedere dag. Maar ik moest er even aan wennen met die vakantie ertussen. En weet je, heb ik heel veel dagen dus niet gevlogd. En dan had ik een hele skip over. Ik hou helemaal niet van boodschappen doen. En toch iedere keer wanneer ik in mijn vlog zit, zie ik dat ik boodschappen aan het doen ben. I just wanna talk. Gaat die zo? I'm a lot of faith. This is how I feel. I call around the shame. Lying naked on the floor. Ik ben bij de Albert Heijn. Ik ga nu uitstappen in plaats van een hele karaoke zingen hier zo. I just gonna turn. I'm a lot of shame. This is how I feel. Ik heb net heel snel boodschappen gedaan. Ik heb de auto wel even thuis gezet. Want voor school is altijd echt een hele gedoe om daar je auto neer te zetten. En nu loop ik naar LSMM. Ik moet zeggen, oef, het is best wel koud eigenlijk. Ik had het niet zo koud verwacht. Boe! Wat? Ik wilde je laten schrikken. Niet gelukt? Nee. Let op, hè? Dat is grappig. Zijn opa had een datingsite, maar hij weet niet wat hij, want hij weet niet wat hij moest doen. Ja. Dus, er waren twee mensen in de, nog hier in de kast. Kijk, lees dit even. Ik ben nu al bij bladzijde 63. Zie je wel, dat gaat wel snel. Ja, maar je had wel eerder moeten beginnen, eerlijk. Ja, dat wel. Maar het gaat wel snel, want net wat, een minuutje geleden was ik nog bij bladzijde 55. Ja, dat is waar. Oké, maar ik ga je wel overhoren. Kijk of je weet waar het over gaat in het boek. Ben je ook niet bij Dolfje weer, of je gewoon bladzijden skippen en dan iets opzoeken op Google? Oh, wat erg! Dat deed ik vroeger ook. Zit je lekker zo? Zo, ik zie dat je het allemaal zo, ik ga vandaag lekker wat makkelijks koken. Ik heb op de planning pasta pesto. Ik heb net zelf verse pesto gemaakt. Ik had echt zoiets schattigs gekocht bij de Albert Heijn vandaag. Verse wortel, pompoen, zoete aardappel en mango. Even wachten. Mijn tomaatjes zijn volgens mij goed. Ik heb pasta pesto met verse tomaatjes gedaan, dus is het alleen maar pasta pesto. Ik denk niet echt dat pasta proeven. Mag nog wel heel even, maar lekker. Ik weet niet. Altijd, want dat vind ik lekker creamy, sojaroom over mijn pasta pesto. Pasta pesto. Wat is er, schatje? Pesto! Zo lekker dit. I love it. Ja, nu ben ik er blij mee. Yes sir. Ik ga nu lekker eten. Anders kun je met Memphis eten we gewoon lekker aan tafel bij de televisie. Het heeft geen nut om voor ons twee de tafel te dekken als we toch zo klaar zijn. Meestal zit ik alleen en binnen 3 seconden is meneer alweer weg. Dus dan liever gewoon bij de tv samen gezellig. En dan eten we samen van één bord. Lekker makkelijk. Soms moet je ook gewoon makkelijk doen. Memphisje, kom je eten? Oeh, is het lekker. Wat is er? Het vuurwerk. Ik ga tot op. Dus daar ga ik niet verkeerden. Morgen? Ja, dus ik ga douchen. En daarna? Slaap. Goed zo. En mama gaat ook douchen. En mama gaat slapen. Ja? Oké, Memphis. Lukt het? Ja. Ja, goed zo. In de
doen. Hey, high five. Helemaal zelf gedaan. Goed zo. Mensen liggen op bed. En ik ga nu zelf douchen. Ik ga nu echt keihard pitten. Ik zie jullie vrijdag. En dan zou ik zeggen, doe een dikke vette duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. Dat doe je door op mijn hoofd te klikken aan die kant of aan die kant. Ik weet het nooit zo goed. Oh ja, vergeet het notificatiebelletje niet te mee te nemen. Zodat je hebt toch te blijven wanneer ik een nieuwe video upload.